otra vez. Aquí la tengo otra vez. Diciendo que quiero otra vez. ¿Lukt het? Lukt het? Zeker weten. Dik slot. Dik slot, hè? Oh. Zo, deze open. De motorklep open. Kijk. Doe even de accupol erop. Hoppatee. Zo. Ik kan het zo doen. Nou, we kunnen weer gaan. Accupol zit erop. Oh, kijk, Damon heeft al de sleutels neergelegd. Deurtje dicht, trapje in. Super rustig, de vissen zijn weer weg. Ik was alweer bezig met een rapport aan het schrijven voor de kinderen van het wakeboardkamp. Demi die was alles aan het inzetten, de raampjes aan het dicht doen. Zodat we weer naar de wakeboardbaan toe kunnen. We gaan naar de wakeboardbaan, want je moet plassen. Ik moet heel nog. Ik heb gewoon hele dikke buiten van dat ik gewoon zo moet plassen. Ik zit het al, denk ik, vanaf gisteravond zit ik het zo om het op te houden. Zo, En nu ja. Zei ik, sorry, maar we moeten maar ontbijten bij de wakeboardbaan, want het is zo nodig. En de zee is echt nog te koud, anders had ik gezegd dat ik... Ga in de zee plassen. Ik reed hier even. Je bent nog helemaal niet eens de zee in geweest. Je weet helemaal niet of het koud is. Nou, ik ga nu voelen. Ik ga nu voelen. Nou, dat gaat ze hoor. Ja, we kunnen dus momenteel niet plassen in de camper, omdat ik dan het hele toilet weer moet gaan schoonmaken. En ik weet niet waar er in de buurt een plek is om het toilet schoon te maken. Dus ik zei tegen Demi van, als je gaat plassen, dan moet je maar even ophouden. En dan moet je bij de wakeboardbaan doen. En? Dan is het oké. Okay. Zegt het is koud, maar als je erin blijft, dan is het wel oké. Ik loop even iets dichterbij. Het is wel koud. Ja? Maar ik denk als je erin blijft, dat het wel... Als je helemaal zo doorzakt, ja. Dat het eigenlijk koud is. Dat je dan zo koud is dat je niks meer voelt dat het dan te doen is. Oké, dus maar plas op de wakeboardbaan. Ja, ook een stokbroodje nog even, hè, voordat we gaan. Bij de tankstation? Ja. Ja, is goed. Kijk, die camper, zo ouderwets. Sleutel aan de linkerkant. Zo, nou. Ik ben benieuwd hoe die gaat starten. Hij heeft altijd even een beetje moeite altijd in de ochtend met starten. Net als wij. Net zoals wij. Nou, daar gaat ie. Wow. Tril. Maar hij is aan. Bye bye. Rij even zo een rondje. Je hebt al gezegd, hè? Iedereen is weg. Oh nee, ze zijn daar allemaal. Daar staan ze allemaal. Ja, wij stonden een beetje afgelegen. Afgelegen? Wij waren nu de eerste. Gisteren stonden we tussen allemaal mensen in en nu waren we de eerste. Ja, maar we stonden niet zo dicht bij de campers. We stonden allemaal een beetje achter ons. Verder. Kijk, daar zit hij met zijn flyboard dinges. Ja. Elke dag gaat hij paragliden. Bij de tankstation hier zo aan het strand, daar kan je ook gewoon brood halen. Omdat zondag hier bijna alles dicht is. Supermarkten en dat soort dingen, dus kan je gewoon nergens geen brood halen, vers brood. Dus toevallig bij dit tankstation hebben ze wel vers brood. Dus Demi haalt even lekker een stokbrood voor tussen de middag. Lekker een eitje op te bakken. Kijk, daar is ook een man die is ook stokbrood aan het halen. Kijk, die man die had ook een stokbrood.
zakje mee, broodje mee. Stokbrood en? Croissantjes. Lekker. Lekker. Ik heb meteen geplast. Oh, top. Dan hoef ik dat bij de baan niet meer te doen. Dan kunnen we gewoon rustig rijden in plaats van snel. Deze ruim ik even op en dan kunnen we weer gaan. Nou, daar zijn we alweer bijna. Zo snel kan het gaan. Wat een drukte alweer bij Loenor, hè? Ik ben vandaag alleen, want Jurgen die is in de studio bezig en ik ga even op pad om foto's te maken, want ik heb een heel leuk huis ontdekt en ik heb daar het adres voor hem doorgekregen, dus ik ga daar vandaag eens eventjes kijken of het wat is. En als het wat is, dan laat ik jullie natuurlijk ook de foto's eventjes zien. Is veel te klein en het is veel te weinig grond voor wat hun willen, dus dat gaat hem niet worden. Alleen kijk, het zijn hier ook super steile afdalingen. Ik vond het doodeng met de bus, dus ik moet nu eerst naar beneden nog een stuk en daar kan ik keren, want ik ben eerst lopend gaan om te kijken of ik daar wel weer terug kon komen en daar moet ik eerst keren. En dan weer omhoog rijden. Nou, dat vind ik echt doodeng. En dat is zonder Jurgen. Oh, mijn hemel zeg. Oeh. Moet ik hier straks weer omhoog? En ze één. Ik hoop dat ik hier wegkom, want ik vind het echt doodeng. Dood en doodgeslagen eng vind ik het. Nou, hier kan ik dan dus keren. Mensen, wat eng. Nou ja. Kom, busje. We moeten naar boven, busje. Ik vind het echt zo eng. Helemaal scheef van zitten, mensen.
straks ook nog weer een hele scherpe bocht, volgens mij. Van die bochten die bij Paloppos omhoog hebben. Ik heb er gewoon koppijn van. Maar het is echt niks voor mij dit. Deze gaat beter. En dan ben ik volgens mij ben ik zo bijna boven gelukkig. En er komt gewoon een auto aan. Wat een mazzel dat die nu pas komt. Oh, had die eerder gekomen? Nou, echt koppijn. Echt koppijn. Nee, alsjeblieft. Nou, dat doen we dus niet meer hoor. Er zijn er mensen boven. Ik ben boven gekomen. Ik wilde Jurgen al gaan bellen. Willen jullie nou een leuk restaurant beginnen? Kijk dan even hier. Dit is nog te koop. Het is een heel groot restaurant. Met kamers, met hotel is het eigenlijk. Hotelrestaurant. We gaan natuurlijk niet zomaar mee wegen op waar ik niet denk dat ik op kan rijden. Dat ga ik niet meer doen. Doodeng. Gelukkig ben ik weer boven zoals jullie weten. Nou, het huis was dus helemaal niks. Het is, het is gewoon veel te klein. Het is gewoon veel te duur ook voor die prijs. En ik rijd nu eventjes terug naar Azzedrino. Dan ga ik daar eventjes een kopje koffie doen. En dan ga ik even vragen of Paco weet van wie dat andere huis is. Er staat nog een huis hier in de bergen ergens. En dan daar eens even kijken. En of we daar achter kunnen komen. Want dat is wel een heel leuk. Dat zou wel een heel leuk object voor hun zijn. Dat stukje waar we net ook waren is gewoon veel te duur. Dat is gewoon niks. Ik denk dat dat nog even moet indalen bij de mensen hier. Dat ze voor dat soort dingen niet zulke prijzen kunnen vragen. Want dat, dat is gewoon niks. We zijn bij Azzedrino. Dus dan gaan we daar even een bakje koffie nemen bij Paco. En even vragen of Paco weet wie de eigenaar is van dat huis daar. Rodri is aan het werk, zie ik. Hola Rodri, ¿qué tal? Bien. Hola. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? Dos semanas. Oh, ik ga eens even aan deze kant omhoog. Want ik ben natuurlijk weer terug in Paloppos. Kijk eens aan. Dan gaan we eens even kijken. Want Jurgen is druk in de studio. Eens even kijken hoe het daar gaat. Toch blijft het altijd weer stijl om omhoog te lopen. Hier zien jullie al het mooie nieuwe raampje. Deze hele muur moet natuurlijk gestukt worden. Hondjes horen mij ook. En hier is iemand heel druk bezig. Kijk eens aan. Hallo lieverd. Hallo. Hoe is het? Helemaal goed. Ik heb maar even mijn trui aangedaan. We gaan er vandoor. Hij zit al helemaal klaar. We komen volgend weekend weer terug. Nu is het natuurlijk helemaal windstil. Dat gebeurt natuurlijk altijd. Maar goed. Wij gaan weer in de auto. En op naar Paloppos. Hallo! Je moet je hem even uitzetten, want het is allemaal heel hoort niks. Oh. Hoe is het? Goed. Goed, we komen eraan. Ga je rijden nu? Wij gaan rijden. Nou, mooi. We zijn er over 2,5 uur. Is het rijden gegaan goed?
Ja, gaat goed. Kan beter, maar massa menno. Anders moet papa maar even mee om je te helpen. Ja, je mag best wel... Zet je mond vol met droppen. Hoeveel droppen heb je genomen? Je mag best wel komen kijken hoor. Dat het mag. Nee, helemaal goed. Ik kom niet zomaar onaangekondigd. Ik ga de auto starten. Ja, dus jullie gaan nu 2 uur rijden. 2 uurtjes. 2,5. 2 uur en een kwartier om precies te zijn. Een kwartiertje naar Ploppers extra, hè? Nou, dan zien we jullie om 11 uur. Zien we jullie zo? Hoe laat is het nu? 8 uur of zo. Maar het is nu 7:50. Oh ja, nou ja, het scheelt niet veel. 40 minuten. Ja. Tot zo! Doei! Bye bye. Bye bye! De zon gaat alweer onder, maar moet je toch eens kijken hoe mooi. Mooie lucht, hè? Ik moet zeggen, op de camera ziet het er nog mooier uit. Als in het echt. Nee, vind ik niet. Nou, in het echt is het ietsje rozer, hè? Ja. Het is lang geleden dat we deze lucht zo hebben gezien. Ja. Ik heb nog een hele mooie foto dat de lucht ook zo helemaal roze was van de camperplaats. Oh, ja, 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 ja. Ook super mooi. Hoe lang moeten we nog? Ik denk nog 20 minuten. 20? Nee, joh. 25 minuten? Ik denk 25. Een half uurtje niet, denk ik. Dat is weer te lang. Ja. Ja, het duurt niet te lang. Nou ja, we moeten nog een stukje. Dan zijn we weer boven in Bollebos. Schiet op. Deze week. Ik heb eigenlijk, dat is best wel gek, en dat heb ik ook niet tegen jou gezegd, maar ik ben best wel blij om te gaan wakeboarden en zo. Maar ik kan me er gewoon ook alweer op verheugen om terug te gaan en dan weer te gaan klussen in die studio. Ik weet niet waarom, maar ik vind, kijk, die hele kast die is helemaal, die brandt helemaal. Ja, licht. Licht. Dus niet in de fik hoor, maar brandt gewoon licht. Ja. Maar ik kan best wel er al naar uitkijken en weer een soort van allemaal denken, oh, er is zin om lekker te gaan klussen. Ook omdat ik weet dat er moet natuurlijk een hoop gebeuren, maar dat proces, dat vind ik zo leuk. En om daar lekker bezig te zijn. Dat het zoveel mooier wordt. Ja. Dus ik ga nu die sierlijsten, zeg maar, in die kamer waar dat gipsplafond al in zit, ga ik die sierlijsten, denk ik, morgen ga ik die helemaal eruit zagen, zodat dat het niet het plafond breekt, want het plafond dat moeten we nog houden. En die gipsplaten die heb ik gehaald om, zeg maar, aan de binnenkant waar de keuken en de badkamer komt, want daar zit nu nog zo'n betonnen bind en een houten balk, dat ik daar mooi de gipsplaat tegenaan maak en dat die dan aansluit aan die ene houten balk
En dat er aan de andere kant dat gipsplafond ook netjes overloopt tegen die houten balk aan. Dus dat je dan een mooie doorloop krijgt met die houten balk te zien. En het mooie ook is van die balk, en dat is bijna bij alle balken bij ons in huis die zeg maar zichtbaar zijn en opgeknapt, die hebben ook allemaal een functie. Dat hebben ze vroeger allemaal erin gelegd. Nu kennen ze natuurlijk allemaal die betonnen binten, maar 450 jaar geleden, ja, wat, toen het huis gemaakt werd, gebruikten ze allemaal die dikke boomstammen. Ja, want wat de mensen volgens mij niet weten is dat ik vorig jaar met mijn vader ook al eventjes in die studio bezig ben geweest. En dat die betonnen bint en die andere houten balk die er zeg maar daarnaast zitten, maar die iets hoger zitten, die zijn nieuw. Want daarnaast, bij die grote balk, zaten ook twee balken die helemaal verrot waren. Ja, en die hebben jullie er opnieuw in gemaakt. Ja. Ja. Ja, en ik had trouwens in de reacties gelezen, daar had iemand gezegd, en dat was ook al mijn idee. En aan de ene kant ben ik er ook wel een voorstander van, omdat ik weet dat het ten eerste veel sneller opschiet, maar... Je bent nieuwsgierig, wat is het? Nou, iemand had gezegd, waarom maak je niet gewoon een rachelwerk voor die muren en maak je er een gipsplaat tegenaan? Nou, wat zei ik nou als eerst? Ja, dat zei jij, ja. Ik zei ook, dat te doen, ja. Waarom maken we niet gewoon een rachelwerk voor al die muren, gewoon van die van de metal stut? En dan zetten we er gewoon een gipsplaatwandje voor. Dan heb je ook al zeg maar je ruimte voor de elektriciteit in weg te werken. Je zou het bijvoorbeeld ook nog kunnen isoleren. Dat hoeft dan niet, want die muren die zijn al, ik weet niet hoe dik. Maar dan ben je veel sneller klaar. Maar wat dan het probleem is, is dat het wel allemaal heel erg hokkerig en vierkant wordt. Het wordt allemaal wel strak, want je kan die gipsplaten niet... Met een golf, als het ware, op een rachelwerk gaan maken. Nee, en daarbij, want wij wilden het eerst ook doen, tenminste zaten we over na te denken, in onze slaapkamer. Alleen bij onze slaapkamer lopen de muren zo. Ja. Dus optisch ook lijkt de kamer veel breder. Ja. Als je dit allemaal met zo'n wand erin doet en hij wordt in één keer zo recht, dan is hij in één keer een stuk kleiner. Ook al is de onderkant hetzelfde, is even smal. Alleen omdat de bovenkant uitloopt bij ons en je die naar binnen doet, krijg je een veel kleinere kamer. En ik denk, ik vind dat je zeg maar, als je het allemaal in de oude staat houdt, zoals wij dus ook gedaan hebben met onze slaapkamer, ja, dan hou je toch wel dat Spaanse en het rustieke daarin. Dat is toch ook het leukste. Ik bedoel, mensen komen toch ook op vakantie naar Spanje. Ja. Dat is wel het leukste als je dan ook in een echt typisch Spaans huis zit. Ja. Of studio. Dat je niet in een nieuw huis in Nederland zit. Nee, en daar mogen de muren ook dan zo lopen en dan maak je het allemaal een beetje... Maakt het ook sfeervol. Ja, precies. Ik had een serie gezien en op Videoland en daar waren ze ook op Ibiza. Nou ja, als je ziet hoe dat huis aan de binnenkant eruit ziet, is hartstikke gezellig, is hartstikke leuk, hartstikke mooi ingericht. Maar de muren en zo zijn allemaal gewoon zo. Ja. Ook zo'n nisje erin. Dat is toch leuk? Ja, ik denk dat ik... Dat hoort erbij. Ja. Het einde van de vlog is daar. En dat betekent dat ik ga vragen of jullie het alsjeblieft... Sorry. Of jullie alsjeblieft de vlog even een duimpje omhoog willen geven. Even mee kunnen houden. En natuurlijk... Of jullie niet willen vergeten te abonneren. Leuke reactie achter te laten. En dan is de vraag natuurlijk of jullie morgen ook weer willen kijken naar deze vlog. Of niet naar deze vlog, maar naar een andere vlog. Ik zou zeggen, kijk morgen. Dan zie ik jullie morgen weer. En dan zeggen we altijd weer. Wat is dit voor een raar eind? Sorry. Toedel.